Marie, Jane, Richella en een nieuwe Hooligirl. Vier Fearless Chicks dagen elkaar uit in het nieuwe seizoen van Hooligirls. Geen angst is te groot, geen grens is te ver en geen gerecht is te smerig. Zij doen alles wat jij nooit zou durven. Wat een fucking zijkwijf. Vind ik er zo heftig. The girl Jane is back. The bitch is back at it again. Ik heb heel veel zin in het nieuwe seizoen. Ik ben er helemaal klaar voor. Ik miste het alweer en gelukkig zijn we weer begonnen. Hooligirls, daar zijn we weer. Hey, en volgens mij hebben jullie er zin in. Jazeker. Heel veel zin in. Hoe vinden jullie dat er een nieuwe Hooligirl bij komt? Ja, leuk. Ja, ik vind het ook echt heel leuk. Nieuw vlees. Ja. Wij mogen dus een nieuwe meid uitkiezen. Een nieuwe zorgt ervoor dat wij allemaal weer even scherp moeten zijn. En waar moet deze Hooligirl aan voldoen? Ah, die moet nu zo gaan zeiken hoor, daar heb ik echt geen zin in. Nee? Nee. Dat zeg jij tegen Want jezelf. Want jij niet gezeikt hoor je zegt. Hoor even wie het zegt. We hebben de kijker gevraagd om toffe challenges te gaan bedenken. En we hebben er drie uitgekozen. En dit zijn de meiden die gaan strijden om de nieuwe Hooligirl te worden. Ik ben 20 jaar oud en ik kom uit Den Haag. Niets is te gek voor mij, ik durf alles en ik ben voor niets bang. En misschien dat ik zelfs nog wel beter ben dan de andere Hooligirls van het vorige seizoen. Ik ben Laurie Scheerder, ik ben 25 jaar en ik kom uit Culemborg. Ik ben een nieuwe Hooligirl omdat ik ballen heb. I've got balls of steel. Ik ben Esmee, ik ben 25 jaar en ik kom uit Den Haag. Ik ben beter dan hun en beter dan oude Hooligirls. Dus kom maar op. Welkom, Shannon, Laurie en Esmee. Jullie hebben alle drie hele toffe challenges bedacht en daarom zijn jullie hier vandaag. En na vandaag kan één van jullie zich officieel aansluiten bij deze drie stoere chicks. En mag je jezelf officieel Hooligirl noemen. Laurie, hoe graag wil jij dit? Heel graag. Ik ga er alles voor doen. Deze schone blondines die mogen wel bang zijn. Ik ga geen uitdaging uit de weg. En ik denk dat ik daarom wel opgewassen ben tegen de original girls. Esmee, je hoort het. Ja, ik ben hier wel van je. Het past bij mij omdat ik alles durf. En ik wil mezelf tot het uiterste brengen. Dus ik wil zien hoe ver ik kom. Shannon? Ja, ik ga voor winnen. Ik ga deze meiden verslaan. Ik ga bewijzen dat ik de nieuwe Hooligirl ben door snel en slim te zijn. En vooral veel energie te geven. Hoe zit dat bij jou, Esmee? Ik vind het wel spannend, maar het is wel te doen. Shannon, jij oogt best wel ontspannen. Ja, ik ben best wel ontspannen. Ik ben benieuwd wat we met ze gaan doen. Dames, de challenge luidt als volgt. Voor jullie zien jullie een parcours met kakkerlakken. En de bedoeling is om de kakkerlakken levend één voor één naar de overkant te brengen. Kakkerlakken zijn echt huge. Laurie, hoe is het met de spanning? Nou, ik ben gewoon super nerveus. Als ik dat ook zo zie, dan word ik er niet blij van. Had ik niet verwacht. Ik denk, hé, die meid kennen we natuurlijk van Expeditie Robinson. Kakkerlakken, joh. Ja, nou, sowieso levende beestjes, daar word ik niet heel opgewonden van. 31 dagen lang op een eiland gezeten. Dus je zou ook denken dat ik dit ook wel allemaal aan kan. Het lijkt makkelijker dan het is. Maar terwijl je het parcours loopt, zit je neus volgespoten met wasabi. En dan hoor ik wasabi. En dan komt mijn grootste angst uit. Want ik moet wasabi niet eens opeten, maar in mijn neus doen. Ik hou van pittig eten. Maar niet in mijn neus. En degene die de meeste kakkerlakken naar de overkant brengt, die wint deze challenge. In totaal zijn er 5 punten te verdienen. Met het winnen van deze challenge verdien je 1 punt. En de overige punten, die verdelen wij. Dus het is ook belangrijk om te laten zien hoe je deze challenge gaat aanpakken. Het is en een race, en wasabi, en nare beesten. Nou, we gaan erin doen. Oh my god! Dames, zijn jullie er klaar voor? Yes. Ja! Jullie krijgen 10 minuten de tijd. Shannon, dit is jouw bakje. Laurie, de middelste is voor jou. En Esmee, dit is jouw bak. Ik ga aftellen in 3, 2, 1, succes! Oh my god! Wasima zei start en ik dacht ik ga er meteen voor. Oh my god. Sorry, sorry, sorry beest. Kom op, meiden! Eens verkeerd, kom! Oh my god, gewoon alleen maar gooien. Ik was veel te kieskeurig. Meiden, jullie gaan lekker. Jullie gaan goed hoor, hé. Kom op, Laurie, kom op! Kakkerlakken zijn zo fucking voor. Je kon niet ademen, je kon niet slikken. Oh, fuck, stop. Kom op, meiden, kom op! Als ik via mijn neus inadem, komt er wasabi in mijn mond. Het gaat super lekker.
alles mocht pakken, pakte ik ook alles. Alle kakkelakken vlogen overal heen. Ik denk, oh, gadver. Bij de gast tellen. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Tuurlijk, tuurlijk. Oké, meiden. Die wasabi wil ik er snel mogelijk uit hebben. Er komen allemaal groene klonten uit mijn neus. Is het snot, is het wasabi? Weet ik niet. Oh my god. Oh, mijn lichte hoofd. Kakkelakken maakte me niet uit. Maar die wasabi is echt... Esmee, hoe ging het bij jou? Je ging als een speer? Het ging wel goed, maar die wasabi was echt heel erg heftig. Laurie, een beetje bijgekomen of...? Niet echt, nee. En ik dacht dat ik ook heel goed ging, maar als ik zo kijk dan een beetje lullig. Shannon, wat was het zwaarst voor jouw gevoel? Ik denk het rennen met die wasabi in neus, want je kan niet goed ademen. Ja, het is denk ik wel duidelijk wie deze challenge heeft gewonnen. Esmee, je hebt het voortreffelijk gedaan. 1 punt is sowieso voor jou, gefeliciteerd. Er zijn nog 4 punten in totaal te verdelen. Wij gaan even in beraad en dan komen wij zo bij jullie weer terug. Wie zie jij als jouw grootste concurrent? Ja, Esmee, want het gaat er allemaal echt best wel makkelijk af. Ik heb nu 1 punt gewonnen. Ik heb geen idee wat er hierna gaat gebeuren of hoe de puntverdeling wordt verdeeld. Ja, Shannon die kwam echt wel uit de hoek. Ik dacht zo, die heeft scheid, want het zag er best wel schattig uit. Ik vind het totaal niet spannend nog. Ik vond het heel leuk hoe Laurie ervoor ging. Daar zat ik vooral om te lachen. En die gaf wel aan dat ze het eng vond waar ze deed, toch? Dus dat vond ik wel heel tof. Ik had gewoon moeten winnen. En ik heb nu die ene punt niet. Dus ja, paal, best wel. Dames, jullie hebben het ontzettend goed gedaan. En Esmee, je hebt op dit moment 1 punt. Maar er zijn nog 4 punten te verdelen. En ik heb samen met de Hooli Girls overlegd. Nou moet ik wel zeggen dat we het er niet helemaal over eens zijn. Maar we zijn er wel over uit. Ik begin allereerst even met mijn punt. Mijn punt gaat uit naar degene die, denk ik, toch wel uitgesproken is. Al heeft ook laten zien dat ze fearless is. Maar mijn punt gaat uit naar Laurie. Ik heb gekozen voor de Hooli Girl die deze challenge echt heel eng vond. Maar toch scheidt dat aan deze challenge. En mijn punt gaat naar Laurie. Het is natuurlijk heel erg persoonlijk. Maar dat betekent nu wel dat de stand 2-1 is. 2 punten voor Laurie en 1 punt voor Esmee. Mijn punt gaat naar degene waarvan ik denk dat zij voor ons de grootste uitdaging gaat zijn dit seizoen. En dat is Esmee. Dat betekent dat de stand op dit moment 2-2 is. 2 punten voor Esmee en 2 punten voor Laurie. Fucking hell, het staat 2-2. Het is zo spannend. Kies me, kies me, kies me, kies me. Jane, jij mag het gaan beslissen. Nou, jullie hebben het alle drie echt super goed gedaan. Maar ik heb natuurlijk gekeken naar wie het best bij ons past. Ja, daar is maar 1 uitgekomen. En dat is voor mij... Laurie. Laurie. Oh my god. Gefeliciteerd. De nieuwe Hooli Girl. Thank you. Oh, we zijn begonnen. Welkom to the team, Hooli Girls. Ja, yes. Ik hou nu nog voor jullie. Ik heb gewonnen. Ik heb gewonnen. Ik moet het nog even laten bezinken hoor, want ik had niet verwacht dat het zou lukken. En toch heeft Laurie gewonnen. Die trut. Ja, welkom bij de club, hè. Thanks, girls. Heel veel zin in. Ben je er klaar voor? Ik weet het niet. Ja, ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook wel echt best wel bang. En ook een beetje voor jullie. Laurie is onze nieuwe Hooli Girl. En ben jij benieuwd hoe zij het gaat doen? Kijk dan volgende week naar een nieuwe aflevering. En vergeet ook niet om een blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet je ook niet om te abonneren op het Spike-kanaal. Dames, hebben we er zin in? Zeker. Tot volgende week. Doei.